Twee minuten die de binnenstad van Nijmegen compleet verwoesten. Met zo'n 800 doden als gevolg. Vandaag is het 80 jaar geleden. ...22 februari 1944, rond de klok van 1:30. Wat begon als een mooie dag, eindigde voor Nijmegen in een hel. Amerikaanse vliegtuigen, die hun bommen niet kwijt konden in Duitsland, kozen ervoor deze los te laten op het treinstation van Nijmegen. Maar dat ging gruwelijk mis. Met zo'n 800 doden tot gevolg en een binnenstad die 3 dagen lang bleef branden. Vandaag is het 80 jaar geleden. Vandaag is het 80 jaar geleden dat deze ramp in deze stad plaatsvond. En we staan hier bij het monument De Schommel, opgericht ter nagedachtenis aan de 763 inwoners van Nijmegen die zijn omgekomen. Bij ons thuis, we hadden de grote zin, we waren met z'n 12 en ik was de jongste. En ik kom binnen en die kelder zit vol. En we hadden in het café-restaurant in de Poevelstraat. En toen ben ik maar onder een biljart te kopen. Ook Bart Jansen was erbij toen de bommen vielen. Hij was nog maar 3 weken oud. Zijn ouders hebben het overleefd. In de keuken achter zitten de vliegtuigen terugkomen. Iets voor 1:30. Dan zegt hij, dat vertrouw ik niet. En ze lopen naar de voorkant van het huis om te kijken waar die vliegtuigen naartoe gingen. Mijn moeder trekt in een impuls de kinderwagen mee naar voren. En achter werd het huis geraakt door de bommen. En aan de voorkant konden ze nog via het trappenhuis eruit komen. Ze waren alles kwijt, maar ze leefden nog. Hè? En daar heb ik een bommen met meegemaakt. Dus ik kon van het briljant zo naar voren kijken. En dan zag ik, ik hoorde die bommen vallen. Wat een prachtige dag, mooi weer. En het huis aan de overkant zag ik zo omhoog gaan en neerkomen. Het werd aardedonker en doodstil. En het was een mooie zomerse dag. En toen die rook en dampen en stof allemaal optrok, toen hoorde je de mensen gillen. Bijna 800 Nijmegenaren en bezoekers van de stad, bijvoorbeeld de nonnen en kleuters van de school die hier op dit plein stond, gewone onschuldige burgers die net na het einde van het luchtalarm weer op weg gingen naar hun werk, school of de winkels, vonden hier een plotselinge dood. Ik denk dat het vooral voor de nabestaanden heel erg goed doet. En als burgemeester ben ik er vooral trots op dat ik zie het eigenlijk door de jaren heen de betrokkenheid bij het denken en zeker ook van dit bombardement alleen maar groter is geworden. Dat doet dus ook recht aan het leed van al die mensen, de slachtoffers, maar ook hun nabestaanden. Het is denk ik ook belangrijk om daar iedere keer weer bij stil te staan, omdat ook heel veel nabestaanden er nog steeds zijn. Eerste generatie zijn er nog een paar die het hebben, direct hebben meegemaakt. Maar er zijn ook heel veel tweede generatie en derde generatie inmiddels die door het trauma van Nijmegen ook getekend zijn. Alsof het dit jaar, als je het weer eens vergelijkt met 5 jaar geleden, nog meer mensen op de been brengen en er ook meer activiteiten worden georganiseerd. Nou, dat is toch wel heel bijzonder om te constateren. Want zo vanzelfsprekend was dat bijvoorbeeld 30 jaar geleden niet, tot we nu nog steeds, na 80 jaar, zo uitgebreid herdenken. Nijmegen werd dus zwaar getroffen tijdens het bombardement. Maar ook Wijchen werd niet gespaard. Ook daar vielen slachtoffers. 15 mensen om precies te zijn. Ook voor hen was er vandaag een herdenking. Op de begraafplaats in het dorp. Waar tevens een monument voor deze mensen te vinden is. Nou, wij zijn erachter gekomen dat er geen eigenaren meer zijn van dit monument. Van dit graf eigenlijk. En wij hebben het plan opgevat om voor dit graf te gaan zorgen. En van de Veteranenstichting uit doen wij dat nou allemaal verzorgen. Netjes bijhouden, verse bloemen erop leggen. En omdat 22 februari eraan zat te komen, hebben we het idee opgevat om zelf een ceremonie te organiseren. Nou, waarvan je dus nu de uitwerking ziet. Nou, het is heel waardig gedaan door de Veteranenstichting van Wijchen. Waar we ze ook dankbaar voor zijn dat ze dit willen doen voor ons als gemeente. En nou ja, het blijkt wel, wat ik net ook zeg, het blijkt wel hoeveel mensen hierop afkomen. Dat het toch ook nog leeft en dat we dat ook een waarde moeten houden. Ik vond het bijna aangrijpend. Hoe na zoveel jaren familieleden, een kind, een dochter, een kleinkind, nog anderen aanwezig zijn. En dat je gewoon de pijn nog voelt. Vond ik echt heel, heel bizar bijna. Die mensen zo geroerd nog zijn. Nou, ik vond het heel
respectvol naar de mensen die het lot hebben getroffen. Vooral dus de toespraken van de heer van Gerald. Dat is dus een van de veteranen die in het bestuur daar zit. Het is inmiddels dus 80 jaar geleden dat het bombardement plaatsvond. Ondanks dat vinden de mensen het belangrijk dat deze gebeurtenissen herdacht worden, zodat men het nooit zal vergeten. Nou kijk, het is heel belangrijk dat hier herdacht wordt. Natuurlijk gaat het om Nijmegen, want daar heeft het ook plaatsgevonden. Maar dat doet niet af aan de 18 slachtoffers van Wijchen. En het is wel een kleinere groep mensen wie herdacht wordt, maar niet minder belangrijk. Nou ja, het is altijd goed om te herdenken. En zeker zo'n zwarte dag in de Wijchense geschiedenis. Hè. Dat is voor Wijchen de meest impactvolle dag geweest eigenlijk rondom die hele Tweede Wereldoorlog. En het is ook mooi om dit met toch wel veel mensen die daar aandacht aan willen geven samen te doen. Dat het zich nooit kan herhalen. Dat we daar heel bewust van zijn. Dat je niet zomaar vrijheid hebt. Daar moet je echt heel bewust van zijn en ook aan blijven werken. Dat je in vrijheid kunt leven. De avond voorafgaand aan de herdenking op het bombardement wordt jaarlijks een brandgrenswandeling georganiseerd. De contouren van de brandhaard uit 1944, die doorgaans al gemarkeerd zijn met bijna 800 metalen plaatjes, worden deze avond sfeervol uitgelicht met kaarsjes. De editie van gisteravond was uiteraard extra bijzonder. Helaas gooide de regen wat roet in het eten, maar evengoed kwamen Nijmegenaren massaal naar het centrum voor het speciale programma. In de Molenstraatkerk werden fakkels uitgedeeld en waren beelden te zien uit 1944. Beelden van de bewuste 2 minuten die de stad voorgoed veranderden. Je moet je voorstellen, het stad van Nijmegen is in 2 minuten verwoest. En de brandgrens die geeft ongeveer het gebied aan dat in die tijd verwoest is. Ga ervan uit, Nijmegen was een stokoude stad. Die is in 2 minuten zijn duizenden huizen verwoest. 3 dagen heeft de stad gebrand. En die brandgrens geeft de route grofweg aan waar die brand was. Kunt u vertellen waarom u hier bent? Omdat dit een historisch moment is, toch wel. En u vindt het ook niet heel lang in Nijmegen, maar dit is natuurlijk wat Nijmegen overkomen is en historisch en daar wil ik bij zijn. Even, plein 44 is nu een plein, maar op plein 44 lagen 3 smalle straatjes. Die zijn compleet weggevaagd. De Broerstraat die was maar 2,5 meter breed. Ik ga nu kijken in de Broerstraat. De Augustijnenstraat lag 40 meter verderop. Daar stond een kerk die was groter, hoger dan de Stevenstoren. Verwoest. Ja, als geboren Nijmegenaar vind ik wel dat je hier even bij stil moet staan. Ja. Indrukwekkend wat er gebeurd is. Dus ook indrukwekkend dat zoveel mensen hierbij stilstaan vanavond. Ja, erg mooi. En het is heel lang verzwegen in stilte. Omdat het helaas, het waren de latere bevrijders. Die toch bewust Nijmegen uitkozen omdat ze bommen niet boven Duitsland los konden laten. En we werden compleet overdonderd omdat er was net het signaal veilig gegeven. Net als andere jaren zijn er ook nu hardlopers die langs de brandgrens rennen. Met een fakkel in hun hand. Op verschillende plekken aan diezelfde route zijn koren te vinden, die vooral hoopvolle liederen laten horen. Visueel was er veel te zien langs de route. Door de stad zijn verschillende lichtprojecties te zien, waaronder hier bij de HEMA. Deze lichtprojecties vertellen herinneringen aan het bombardement. Deze zijn elke avond te zien vanaf 7:30 tot 9:30 tot zondag. Ik woon sinds kort weer in Nijmegen, ik kom er vandaan. Ik was heel erg benieuwd naar wat meer achtergrond over wat er nou precies allemaal is gebeurd. Ik heb er wel vaak iets over gehoord, maar nooit echt de details. Gewoon interesse eigenlijk, eens even kijken wat er gebeurt en wat er te doen is. Ja, ja, en een stukje denk ik toch van al dat leed wat er toen gebeurd is. En als je hoort wat er nu in de wereld allemaal gebeurt, dan denk ik dat het goed is om daarbij stil te staan. Ja, ik heb nog een klein stukje gezien. Ik vind het op zich wel heel erg mooi om te zien dat zoveel mensen hier samenkomen en dat er best wel veel interesse voor is. Dus het komt wel op die manier ook wel binnen. Ik had net een berichtje gestuurd naar vrienden van mij van, het is toch wel heel bijzonder als je zo rondloopt met koren die dan bepaalde liederen zingen. Dit soort beelden, dat maakt je toch wel weer even een beetje stil. Ja.
Het nieuw te bouwen zwembad aan de Ooijgraaf in Beuningen wordt in de beginfase mogelijk toch aangesloten op het gasnet. Dat is één van de opties die de gemeente overweegt om vertraging van het project te voorkomen. Het is nog altijd niet zeker dat het zwembad in 2025 gebruik kan maken van stroom. Dat blijkt uit stukken van de gemeente die op 5 maart worden behandeld in de gemeenteraad. Zoals landelijk bekend kan het elektriciteitsnet de snelle groei van de economie en de overgang op duurzame energie niet meer bolwerken. Voor het zwembad is er nog geen zekerheid voor het leveren van stroom in 2022. Aldus de gemeente. In Wijchen hebben ze er al een. Net als in Nijmegen. Een verkiezing van een plaatsgenoot van het jaar. Voor iemand die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de gemeenschap. Zo'n initiatief moet er in Druten ook komen, vinden een aantal Drutische fracties. De partijen stellen in de motie voor om de Drutenaar van het jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend te maken. De benoeming zou tijdens die bijeenkomst een prominente plaats moeten innemen. Binnenkort beslist de gemeenteraad over de motie voor een jaarlijkse Drutenaar van het jaarverkiezing. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft besloten de voertuigen en taken van de brandweer in haar regio te herverdelen. Tot ongenoegen van veel brandweerkorpsen. De korpsen zijn bang vrijwilligers in te moeten leveren. Nou ja, dat denkplan ziet er in de kern eigenlijk heel erg goed uit. Wij missen alleen wel van de groei van de regio, hoe dat is meegenomen in het denkplan. Er wordt wel gesteld dat het is meegenomen, maar hoe dat precies is meegenomen, dat zien we niet heel duidelijk terug. En we hopen dat er vooral veel aandacht is voor de vrijwilligers, voor wie dit een consequenties gaat hebben, dit nieuwe denkplan. Nou, er gaan onder andere 2 voertuigen verdwijnen, waardoor ook het korps zou moeten krimpen. Vrijwilligers hebben in een brief aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt dat ze zich ook zorgen maken over de vakbekwaamheid van collega's. Want hoe kunnen zij zich vakbekwaam houden met minder voertuigen? Nou, zij geven sowieso aan dat in een implementatieplan duidelijk moet worden gemaakt van hoe ze ook met die krimp omgaan. Ze hebben ook aangegeven dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, om maar even zo te noemen. Niemand hoeft gedwongen weg. En ook over het vakbekwaam houden zal vast een goed plan komen. En het is belangrijk dat ze daar echt goed zorg voor dragen. Volgens raadslid Tim Klinkhamer heeft Veiligheidsregio Gelderland-Zuid bij een informatieavond aangegeven dat er voor het einde van dit kalenderjaar duidelijk wordt gemaakt in het dekkingsplan hoe zij met deze krimp omgaan. Klinkhamer, die partij Kernachtig Wijchen vertegenwoordigt, benadrukt in het voorstel gevraagd te hebben aan de Veiligheidsregio of zij meer tijd willen nemen voor de vrijwilligers van zo'n post. Dit heeft Kernachtig Wijchen meegegeven ter overweging. Nee, deze zienswijzebrief die wordt nu verzonden naar de veiligheidsregio. En ik ga ervan uit dat zij er zorgvuldig mee om zullen gaan. Als gemeenteraad mogen wij een zienswijze indienen op het dekkingsplan. En dat hebben we eigenlijk gedaan. Er lag een goede zienswijzebrief vanuit de gemeente Wijchen. En wij hebben in een amendement gevraagd om nog een aantal specifieke zaken in die brief op te nemen. En die gaan over de groei van de regio, om dat goed duidelijk op te nemen in het dekkingsplan. En om oog te hebben voor de vrijwilligers tijdens de implementatie van het plan. Nou, door goed op te nemen van wat zijn nou die goede plannen die er nu liggen en hoe is daar rekening mee gehouden? En nou wordt er alleen gesteld dat er rekening is gehouden, maar we zien graag terug in dat denkingsplan hoe er rekening mee is gehouden en welke afwegingen er zijn gemaakt. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid is benaderd door de redactie voor een reactie over de inhoud van het denkingsplan. Zij waren echter niet bereid ons te woord te staan. Nou, de veiligheidsregio is voor ons gewoon echt een hele betrouwbare partner. We zijn er zelf natuurlijk onderdeel van. Vrijwilligers, er wordt in deze veiligheidsregio met 800 vrijwilligers gewerkt. Die hebben het over het algemeen allemaal heel goed naar hun zin. En dat willen we graag zo houden. En volgens mij is dat voor iedereen hetzelfde doel, ook voor de veiligheidsregio zelf. Na weer een wisselvallige dag hebben we momenteel te maken met storm Louis. Deze trekt gedurende de avond noordwaarts langs Nederland op en daar merken wij ook het nodige van. Er zijn vanavond enkele stevige buien, soms met onweer, en er zijn windstoten tot 100 km per uur mogelijk. Morgen is die storm weer voorbij en krijgen we opnieuw een wisselvallige dag met af en toe een bui en tussendoor zon en bewolking. Ook in het weekend houden we dat weerbeeld aan. Het is wel een stukje frisser dan de afgelopen dagen, met zo'n 8 graden als maximum. Ook als we alvast naar de nieuwe week kijken, blijft het voorlopig nog wisselvallig voorjaarsweer. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van donderdag 22 februari. Nu op RN7 zie je de documentaire Wat er toen is gebeurd, met verhalen over het bombardement op Nijmegen. Vanavond om 21:15 is op NPO 2 ook een documentaire te zien die de evangelische omroep maakte, met bijzondere special effects die het bombardement heel realistisch in beeld brengen. We zijn er morgen weer en dan is het 43 jaar geleden dat in Nijmegen de Pearsonredders plaatsvonden.
ook wel bekend als de Krakersrellen. We spreken dan met leden van Jantien, de huidige Krakersgroep die zich in de stad heeft gevestigd. Graag tot dan.